Dan is hij ook klaar. De reguliere video's moet je nog een keer terugzien. Of een keer ben gaan doen. Een hele goede morgen allemaal. En dan denk ik dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Ik ben iets langer in de hoofd. En ja, dat was lekker een dikke werkdagje. Voor mij. Ik was een camera. En ik moet even dingetje opnemen vanmorgen. En overmorgen misschien ook wel even. Tijdens de tweede video's. Nee, vanmorgen niet gewoon zo bedoel ik. Dus ik heb meteen leuke ideeën gemeld, bijzonder voor je straat, want toen ik ging slapen. Dus, ja. We gaan nog niet uploaden, doe ik pas in de middag pas ergens. Of zo. Dus, ja. Voor de rest, het is echt vies. Vies. Schrijft weer. Je ziet het niet. Het regent en zie ik wel. Als je de camera omdraait, zie je het niet. Dus, ja. Voor de rest gaan we het zien verder wat we nog gaan doen. Een beetje. Even ergens heen mee voor slapen te doen. Zo, het is een maandagochtendje wel. Ik ben niet helemaal wakker blijkbaar. Maar goed. Ik ga wel lekker eten zometeen. Lekker lunchen. En ik heb wel veel gedaan eigenlijk. Video gemonteerd vanmorgen. En ik kan zeggen, het is echt heel leuk morgen de video. Echt heel tof. Dat zie je hem vanavond en dat heb je al lang gezien natuurlijk. Ja, dat was de eerste keer. Dus. Ja. Dus ik kijk naar Dionne even. Dus dat is ook wel leuk. Ik zal heel veel vloggen. Ik heb wel meteen een vlog te monteren voor morgen. Om te uploaden. Dus dan. Moet je voor. Van morgen zo klaar eigenlijk al een beetje. Ten wil. Ook zelfs. Moet even denken. Ja, ten wil ook zelfs. Dus. Ik ga eventjes gaan kijken op Netflix. Of op Vierland wat te kijken. Want een beetje chillen, maar morgen weer goed aan de bak denk ik even. En dan is het ding een beetje, oh ja, ik ga even kijken wat weer wordt morgen. Zo kan het uploaden in de vlog. Oeh, lekker, maar het is ook helemaal mooi weer. Donderdag. Het is nog 21 graden, joh. Ding dong. Nou, die vies weer een beetje. Dus, verder ook mooi weer. Dus. Ja. Dat een beetje vandaag. Maar goed, het is lekker even lekker testen zitten. We gaan misschien nog wat doen eventjes. Even kijken. Dus, misschien staat het dan niet online. Maar we morgen pas gebeuren weer. Vanwege dat ik vooruit ging werken gisteren. En eergisteren was het omdat ik dus, gisteren ging mijn moeder weer uit ergens eten. Gewoon niet leuk om daarna ga ik weg om te gaan werken. Gisteren alleen de vorige maand gisteren. En dat ga ik ook opnemen. Maar dat heb ik vandaag gedaan. Twee afleveringen gelijk eventjes. Voor maandag, voor morgen en overmorgen gelijk. Dus dat komt helemaal goed. Dus ja. Twee komt het om 7 uur elke dag. Nu. Dus ja. Ik ga lekker dingen op doen om te weekend nu mee voor mijn video's. Ik hoop het heel leuk vinden, meer video's in het weekend. Goed, ik ga even koffie maken voor mezelf. Dus
Ja, voor de rest is het gewoon lekker een leuke dag vandaag. Het ligt eraan hoe ik dat druk kan maken natuurlijk, hè. Als ik nog een video moet maken, want dat moet pas in december online komen. Dus, ja. Ik ga nog één video doen om opnemen voor dit jaar. Dan kan ik over volgend jaar beginnen. Voor de kerstdingen beginnen. Waarschijnlijk ga ik dat er pas doen. Zoals ik even kijk, content ik kan maken daarvoor. Ik ga zeker weer in een video weer werk inzetten dat ik ooit ben gaan proeven. Dat doe je dat bijna elk. Hallo? Ja? Elk jaar dus, oliebollen proeven. En die kunnen bakken, natuurlijk. Oliebolletjes kunnen bakken, dus dat kan natuurlijk niet anders. Dus ja. En natuurlijk vertellen wat ik dit jaar heb gedaan, wat ik volgend jaar wil. En misschien nog andere extra dingetjes erbij toevoegen. Heb je daar gelukkig suggesties? Laat het weten hieronder in de comments wat jij wilt zien als kerstvideo's. Toen ik kom hier ook online, want hier komen ook vaste video's online. Die altijd komen, maar daarnaast komen we ook vaste video's online. Ik weet niet of het derde dag wordt, ik heb geen idee. Namelijk ook op tijd kaas heb, want ik moet reguliere video's. Dan kan ik lekker doorgaan. Waarschijnlijk ga ik morgen mee beginnen. Ik moet nog eentje maken. Dan is je ook klaar. De reguliere video's, wil je nog een keer terugzien? Of wil je een keer met gaan doen? Ja, vanzelf of wat dan ook, laat het even weten hieronder. En ja, zo'n kerstdingetje, een tweede kerst, eerste kerstdag alleen laten komen. Laat het even weten, dat zou tof zijn. En ja, de rest is het gewoon lekker. Tweede maandag, vorige week was het een beetje druk gewoon. Dus het is lekker rustig. En ja, ik dacht dat ze even moeten kunnen kijken vandaag. Nederland. Het lijkt me wel over Kylie. Dus. Dan kan ik nu een lijst gaan zetten eventjes. Dan kan ik kijken wanneer ik wil. Dus ja. Een meisje van 19 jaar die is niet helemaal bekend als ze weet niet wat op Instagram, Facebook. Instagram en YouTube, ik weet het volgens mij. Dus voor mij is heel bekend daarin. En ja. Dus even gekeken. Dat is leuk om te kijken. Eventjes. En dus ik ga kerstmis kijken met de kerstdagen. Dan hoop ik alles op tijd in te plannen. Niet te vet vooruit natuurlijk. Maar wel op tijd. Dat ik gewoon lekker tijd heb om de dingen te doen. Dus ik denk wel een dingetje tussen misschien een keertje. Ik heb geen idee wat ik nog ga doen met de kerst. Of waar wil je niet zo graag suggesties? Of jullie iets hebben erin? Of jullie iets willen zien? Wat ik nooit heb gedaan, heb ik doe ik in de jaar. Ja, die komt ook. Oliebollengroepen doe ik ook, ja. Het blijft gewoon doorgaan, altijd. En ja. Hoe ik het in de eerste compagnie heb afspraken. Dus dan kan ik gewoon lekker dingen doen. En dan vond ik er aan het werk te gaan. Dus ja. Voor de rest zien we het wel verder van de dag van vandaag. En nu even lekker koffie. Dat is zelf maken. Ik moet het even uitzetten, mijn computer even muten. En dat komt zo meteen wel. Dus
Morgen mag ik hier ook al af. Maar niet gewoon dit van overmorgen en overmorgen. Wat een leuke vlog. Sorry, vlog, video, excuus. Morgen. Om 7 uur. Dus, goed, mensen, dat wil ik een hapje eten. En, ja, we gaan het weer even maken. Even lekker. En dan, is het lekker YouTube kijken voor mij. Ik wil er veel gedaan voor mij. Goed. Ja. En, vandaag dat zijn we wel bij, zeg. Als jij kan bij ben, dan gaat het dag wel bij. We mogen gewoon een stukje video te monteren voor. Zo. Ik heb lekker gegeten, heb lekker gesmaakt. En ik weet niet meer wat ik wel gehad voor mij. Ja, ik heb wel gevlogd, sorry. Ik heb me nu niet waar. Dus, ik ga even koffie maken voor mezelf. En, ja, lekker even koffie. Dus, dan ga ik niet op, dus vandaag. Ga je een bakje mee, neem lekker. En, vandaag heb ik het daarop gehad, vandaag heb ik het ontbijt. Om mijn lunch had ik geen koffie, dus dan heb ik dan, ja, ga ik een koffie maken voor mezelf. Dus, ja. Even te kijken naar de Lavekerkjes. Het is lang geleden weer om te kijken. Ja, dus, ja. Wat ben ik aan het doen? Ik was al gedaan voor morgen. Ik moet morgen weer een video monteren. Of neem ik het voor. Dus dat is donderdag. Ja, het gaat nog wat beter met uploaden van tevoren. Dus, ja, voor de rest is het een topdag geweest voor mij. Goed, mensen, ik heb vandaag een heerlijke rustige dag gehad. Ik heb vandaag niet zoveel gedaan eigenlijk. Een beetje gechilled, een beetje YouTube gekeken, dingetjes gedaan. Eigenlijk de hele dag heb ik niet echt gewerkt. Dus mensen, vond ik vooral leuk, zeker een dikke vette duim omhoog. En dit keer voor de 7 likes op mijn kanaal, op deze video, sorry. Tof zijn. Ik krijg vaak de opmerking, gooi je zak. Je microfoon en andere camera is een beetje ruizig. Jongens, ik kan niet zoveel aan helpen helaas. Ik kon het dat het kon doen, maar helaas kan het niet. Dus weet je dat. Ga je niet abonneren op mijn kanaal, hieronder. Ik hoop dat volgend jaar ongeveer 5.000 subs ongeveer. Dat zou leuk zijn. En dan zeg ik je nou tot de volgende.